Dag dames en heren, het stormt in Ronse. Het miezert, het giet al een hele dag. En de temperatuur is ook aan de lage kant. Ik hoef u niet te vertellen dat dit een ideaal crossweertje is, al zou je dat tussen aanhalingstekens kunnen plaatsen. Het is eigenlijk ideaal weer voor u om thuis achterover te leunen in de zetel en te genieten van de eerste echte belangrijke cross van het weekend. En we zijn, van het jaar, en we zijn te gast in Ronse op de Hotond voor de eerste Bpost Banktrofee Manche editie 2013. Meteen een pittige afspraak op de kalender, want het weer speelt natuurlijk een hele grote rol. Ook het parcours speelt een hele grote rol in deze grote prijs. Mario de Klerk, versie 2.0 zeg maar, want vroeger waren we te gast in Wortegem-Petegem en nu sinds een jaar of vier hier in Ronse voor de grote prijs Mario de Klerk. Het is een pittige wedstrijd die zich zo meteen gaat aankondigen, maar we hebben hier al bedrijvigheid gehad. Onder andere de belofte en ook de vrouwen voor de eerste keer hier in Ronse in actie. De beelden staan voor u klaar. Het commentaar komt van Michel Wuits. De Hotond verzuipt al als de belofte van start gaan. Het is uitkijken naar wereldkampioen Mike Teunissen en het is al hectisch van bij de start. Het zijn de mannen van Mario de Klerk zelf die het heeft in handen nemen in de openingsfase. Teunissen doet goed mee. Het is vooral Vermeers die het tweede deel van de wedstrijd zal gaan bepalen. Tenminste de tweede ronde. En kijk naar het gestuntel. Nou, het is vooral proberen om recht te blijven. Hè. Daar zit overigens Mathieu van der Poel die circa als tiende weg is. Dit is Teunissen, zoals ik zei, de wereldkampioen bij de belofte. En dan die twee mannen met Merlier en Vermeers van de thuisploeg, zou je kunnen zeggen. Teunissen gaat daar tegen de vlakte. En dat gaat hem behoorlijk wat tijd kosten. Hij zal eigenlijk niet meer echt in het stuk voorkomen. Vermeers heeft een goede 120, 130 meter. Dan zien we Van Aert met een paar andere opschuiven. Maar Vermeers voelt hier in ronde 2, het kan ook al ronde 3 zijn, de nattigheid letterlijk en figuur door zijn hemdjes sijpelen. Daar komt Mathieu van der Poel. En als Van der Poel komt, dan duurt het niet lang alvorens hij naar de kop gaat. Dat gebeurt dan hier. Kijk hoe hij perfect de lijnen trekt. En ook die volgende bocht gaat hij perfect nemen. Daar waar Vermeers wat sukkelt. Van Aert blijft in het spoor van Vermeers. Maar Van der Poel die rijdt gewoon door. Hij heeft een wat zwoegende stijl, maar onderschat hem niet. Hij maakt enorm veel snelheid, ook op de winderige stukken. Vermeers, dat is een vechtjas. En daar gaat Quinten Hermans het decor in. Hij zal niet de enige zijn. Vooral op deze lastige, dalende strook. Wat een ondankbare omstandigheden. Daar trekt Van der Poel zich niet echt veel van aan. En gelijkmatig tempo is voldoende om de rest definitief op achterstand te zetten. Vermeers controleert Van Aert. Van Aert derde op het WK voor belofte. Ook nog bitter jong. Maar wat dan te zeggen van deze knaap, de zoon van Adrie, die is nog altijd maar 18 en recent wereldkampioen geworden in Firenze bij de junioren. En dit is een allereerste cross bij de belofte. En dan zegt hij, ik win die. Wanneer doet hij dat bij de profs? Over een jaartje of twee, het zal niet veel langer duren. Vermeers is een uitstekende tweede, Van Aert is derde, dan Merlier en dan Van Toernout. Maar hier is Van der Poel. Proficiat, dit is wat we noemen een erg lekkere binnenkomer. Ja, inderdaad. Het ging eigenlijk beter dan verwacht. Ik moest achteraan starten, maar ik kon vrij snel naar voren rijden. En daarna, zonder dat ik het besefte, op een technische afdaling kreeg ik een gaatje en ik heb gewoon altijd mijn eigen tempo gereden. Dat was blijkbaar hard genoeg. Zo makkelijk is het. Gewoon je eigen tempo rijden. Eerste wedstrijd bij de belofte en iedereen, dag. Ja, zo klinkt het misschien wel makkelijk, maar het is echt het is een ontzettend zware omloop. Vooral met de drie loopstukken die kort op elkaar volgen. Het is echt naar boven klauteren en op het einde was het meer stappen dan lopen, maar dat was blijkbaar voor iedereen het geval. Was je een beetje zenuwachtig voor deze eerste belangrijke veldrit van het jaar? Ja, toch wel. Vooral ook omdat ik achteraan moet starten. Nu lag de start wel goed om op te schuiven, een beetje bergop en wind op kop. Dus ik kon helemaal op het einde kon ik eruit komen een beetje. En de omloop leende zich er ook wel toe om snel naar voren te rijden. Nog één dingetje, hoe heb jij genoten de afgelopen twee weken naar Italië? Ja, toch wel. Die wereldtitel op de weg was toch echt iets bijzonders wat ik niet rap meer zal meemaken. Dus dat was wel echt genieten en het was leuk om dat ook eens op een andere discipline te worden. Heb je van andere mensen ook gehoord dat jij sneller die laatste berg opknalde dan sommige profs? Dat heb ik niet gehoord, maar dat zou kunnen. Hun hebben dan natuurlijk na 260 kilometer de hele dag in de regen gereden, dus dat zou kunnen, ja.
Daar heb je het podium met Van der Poel, met Vermeers en met Wout van Aert op de derde plaats. We gaan naar de vrouwen met Sanne Kant, die er al 3 won. Dus veel zelfvertrouwen heeft zijn in de zogeheten kopstart. Nicky Harris volgt en dan wat gedrum. En u ziet dat de platen loslaten. Gevaarlijke omstandigheden, veiligheid boven alles. Hier zien we de Europese kampioene Wyman, die gematigd van start gaat. Maar dat zal veranderen. Harris neemt een goede 70-80 meter op een heel lastig stuk en blijft dat tempo goed vasthouden. Het mag duidelijk zijn dat de Britse kampioene aan kracht gewonnen heeft. De loopstroken zijn voor Sanne Kant. Zij maakt daar vooral indruk en gaat daar ook vaak een plaats winnen. Maar er is wel een eind achter deze Nicky Harris. Een belangrijk moment in de achtergrond, daar zien we Wyman, vorig jaar winnares op de Koppenberg, overnemen van Sanne Kant. En Wyman, dat kan ik u nu al verklappen, gaat naar een tweede plek. Maar dan wel achter haar Britse landgenoten hier, Helen Wyman. Dan Sanne Kant, die daar al afhaakt. En wat verderop zien we Stoeltjens. Hier zien we Nicky Harris met een hart voor de verongelukte Amy Dombrowski. Wyman wordt de tweede op 3/4 minuut. En Sanne Kant op een volle minuut derde. Vierde is Sabina Stoeltjens. Sophie de Boer is 5e. Het is Nicky Harris. Daar staat Amy, haar vriendin, op de klep van haar petje. Ja, en zo pas is er hier achter onze rug beslist, onder andere door Rudy Deby, onder andere door Roland Liboton en de mensen van de UCI, dat het parcours gewoon blijft zoals het is, dat de wedstrijd volledig gereden wordt. Dus de renners gaan erdoor moeten, door de regen, door het hondenweer. Benieuwd wat zij er allemaal van denken. Er waren er niet te veel die buiten kwamen voor een interview. Hier komen ze. Tom Meeuwse, wat een lekker begin voor jou van dit veldritseizoen. Jij zal natuurlijk zeggen, het begint nu pas vandaag met de eerste echte klassementscross. Maar toch, 2 crossen winnen, dat is al aardig. Ja, ik ben nooit zo goed aan het seizoen begonnen. Ik heb altijd moeten wachten tot december of januari. En ze hebben nu toch al 2 kruisjes achter mijn naam. Dus, komt dat? Ja, gewoon een beetje terug op mijn eigen sterktes beginnen werken. En snelle crossen en een beetje helemaal tegenovergestelde van vandaag. Dus ja, vandaag zal moeilijk worden voor mij, maar ik ga gewoon het beste geven. Is dat dan een aandachtspunt voor dit veldritseizoen, deze winter? Namelijk sterker worden op de zware crossen, genre deze hier, Koppenbergcross, dat soort dingen? Bah, ik heb dat in het verleden geprobeerd en dat is volledig verkeerd uitgepakt. Dus ik win liever op mijn crossen of echt meedoen voor de overwinning. En, ja, dat heeft nu al de eerste 2 crossen, eerste 2 overwinningen gebleken. Dus ik ga gewoon werken op de crossen dat ik goed kan. En deze kan ik iets minder en ik moet daarmee leren leven. Kevin Pauwels, geen handschoenen, het is koud, 6 graden amber. Een vreselijke dag, hoe voel je je? Ik had het er even anders gezien, maar het is niet anders en het zal heel zwaar zijn. Hoe ligt het parcours erbij na een eerste verkenningsronde? Heel zwaar, helemaal anders dan van een week. Van een week zijn we komen trainen en het is helemaal veranderd. Wat verwacht je er eigenlijk van? Ik weet het, het is een clichévraag, maar zo'n zware omstandigheden, wie tip je dan? Ja? Oh, ik denk vooral Albert en Nes. Zo, twee zijn dat sterkste al. Zware mondermannen eigenlijk. Ja, dat zijn mannen dat daar aan kunnen, denk ik. Hoe is het begin, de eerste niet zo belangrijke crossen van het jaar? Hoe zijn die verlopen voor jou? Ben je tevreden over het begin? Of zeg je, het begint eigenlijk pas vanaf vandaag, vanaf de Koppenbergcross? Ik ben redelijk tevreden. Ik was niet super, maar ook niet slecht. Ja. Wat moet er dan nog beter? Gewoon nog iets sterker worden, denk ik. En de conditie gewoon nog iets beter en dan komt het wel goed. Mikken dit seizoen op iets speciaals? Ik probeer gewoon overal goed te zijn en hopelijk kan ik dan een klassement winnen. Zoals ieder jaar eigenlijk, altijd hetzelfde. Proberen goed je best te doen en te winnen als het kan. Ja, dus dat ga ik proberen. Joh. Zo simpel kan het crossleven zijn. Zo is dat. Lars van der Haar, klaar voor een nieuw topseizoen waarin jij echt wel de Belgen moeilijk gaat maken? Ik hoop het. De conditie is gewoon heel goed. We hebben er nog even een paar weken hard getraind om het nog op te krikken voor de wereldbeker straks. En zo'n weekend als dit zullen we dat wel voelen. Maar het is allemaal een investering natuurlijk voor volgend jaar en voor aankomend seizoen. En ik hoop vandaag in dit mooie parcours wel wat te doen. Hoe is je planning, je indeling voor dit seizoen? Eigenlijk weer de volledige superprestige, wereldbeker en deze B-postbank trofee dan. En dan ik bedoel ook pieken naar januari, rustig aandoen of zeg ik pak gewoon wat ik pakken kan. Ik pak wat ik pakken kan, maar het doel ligt natuurlijk in januari voor het WK en NK. Dat is heel duidelijk. Dankjewel.
Voilà, nog een paar minuten tot de start. De renners maken zich zo goed als klaar. We krijgen heel even Niels Albert er nog bij. Niels, wat denk jij als je dit weer ziet en als je de regen naar beneden ziet plensen? Ja, ik zit er allemaal niet veel mee in. Het zal misschien straks iets anders zijn, maar nu op dit moment zie ik er de lol nog van in. Heb jij wat getraind op lopen? Want dit kondigt zich aan als een loopcross. Ja, er is wel wat getraind afgelopen weken op lopen, maar het is nu wel extreem veel lopen vandaag. En we hebben het er net verkend en toen moesten we 3 keer van de fiets, maar ik denk dat we ondertussen toch al een keer of 5, 6 van de fiets zullen moeten nu. Dus maar dat komt wel goed. Oké, okay, nog één vraagje. Ik ga je niet al aan kou laten leiden. Favorietje vandaag voor jou? Klaas van Tornhout. Oké, okay, dankjewel. Voilà, Niels Albert die zegt Klaas van Tornhout wordt alleszins iets voor de mannen met de grote motoren. Want er moet door de modder geploegd worden hier op de flanken van de Hotond. Het kondigt zich aan als een spektakelstuk. Leun achterover en geniet mee met onze modderduivels Michel Wuits en Paul Herijkers. Een desolaat beeld om mee te starten. Ik heb wat te doen met de organisatie, want ja... Als hier 500 man naar de cross zal komen, dan zal dat al een succes zijn. En dan reken je toch als organisator op een goede 5000 mensen om een break-even te draaien. Ik kijk naar de erelijst van deze grote prijs Mario de Klerk. Nijs, Pauwels en Albert. Albert vorig jaar na een prangende laatste ronde met Pauwels die al maar dichter kwam. En dan uiteindelijk strandde op een handvol seconden. Veiligheid boven alles. Alles wat boven de nadars uitsteekt is weggenomen. Zelfs de publiektent die is gesloten. En daar kunnen we alleen maar proficiat voor zeggen in deze ondankbare omstandigheden. Dat zijn de juiste beslissingen. Is het ook goed, Paul, dat het parcours intact blijft, dat men daar niks aan verandert? Absoluut. Dus, het is van vandaag op morgen helemaal omgeslagen, echte cross. Maar als het dan echt zover is, dan zou ik toch aanwijzen of dat ze dan toch wel de juiste beslissing hebben genomen om niets aan het parcours te veranderen. Dus laat de cross echt de natuur zijn gang gaan en laat de cross primeren. De tijdsverschillen tellen. Er is ook een bonificatiesprint halverwege de tweede ronde. En er zijn ook bonificaties te winnen aan de aankomst. Dat is het reglement dat sinds vorig jaar bijgesteld is. 15, 10 en 5. Dat moet u onthouden. Het gaat om de seconde onderweg, tweede ronde en die bij de aankomst. Door dat reglement en door de omstandigheden zou het wel eens kunnen dat hij die vandaag Cavalier Seul speelt, er een kop en schouders bovenuit steekt, dat hij wegrijdt van de rest en dat hij daar nog een klad bovenop doet als hij ook nog eens in vorm is op de Koppenberg. Ja, zoals het er nu naar uitziet, de hel is losgebarsten in de crosswereld. Het weer komt eraan, dus dat wil zeggen, ja, de Koppenberg, dat wordt ook zoiets in die aard zoals we nu een beeld hebben. Het gaat niet alleen om de regen, het gaat ook om verrassende windstoten. We hebben geregeld platen zien wegvliegen. Mm-hmm. Ook dat wordt een factor die niet te onderschatten valt. En die Hotond Arena, dat is wellicht een van de allermooiste plekken om een cyclocross op te organiseren. Als je boven staat, dan zie je nagenoeg het hele terrein. Je krijgt hier dus waar voor je geld, maar ik kan me inbeelden dat als je vanochtend of gisteravond al de weersvoorspellingen zag en je zag het vanochtend ook nog eens verschrikkelijk regenen en je weet dat dat voor de ganse dag is, ja, dan blijf je thuis. Ja, hier zie je dat beeld dus echt heel, heel overzichtelijk. Dus een van de mooiste locaties om naar de cross te komen. Dus je ziet de renners bijna continu rijden. We delen de mening van zij die al aan het woord waren. Dit is een terrein, herschapen niet in een modderpoel volkomen, maar er moet toch behoorlijk wat gelopen worden voor de grote motoren. Dit is een grote motor en daar staat Ruben bij. Sven Nys dus. Sven Nys, ik zag een hele vrolijke tweet vanochtend van jou. Ik weet niet of dat nog altijd zo is. Ja, de wind is er misschien een beetje te veel aan, hè, want het is voor de mensen niet aangenaam om hier te staan en ook voor de renners. Alles waait weg, maar... Ja, het is crossweer, hè. Ik denk dat we nu niet moeten klagen. En los van de wind, dit gaat een spektakelstuk worden. Technisch ook, voel jij je in je sas? Ik voel me wel goed, ja. Het is even afwachten. Het is de eerste keer in de modder, dus voor iedereen even, even kijken hoeveel kracht er in de benen zit. Er zitten heel veel looppassages in. Dat is wel niet echt in mijn voordeel, maar goed, ik voel me wel niet slecht. Is Albert zei Klaas van Tornhout. Wat zegt Sven Nys? Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Dat is wel een parcours waar hij heel goed is, dus dat zal de man zijn voor in de gaten te houden. Veel succes. Klaas van Tornhout, die hier de voorbije jaren altijd wat vanuit de achtergrond het spektakel moest bekijken, werd vorig jaar vijfde op 1,52 van Albert. Dat was al een serieuze kloof met dat nieuwe reglement. En in 2011 eindigde hij vijfde, ook vijfde, op een volle minuut van Kevin Pauwels.
Het is zoeken naar de renners. Het moet gezegd, ze komen ook heel laat uit hun camper. En ik begrijp ze. Absoluut. Dus er is weinig te beleven buiten. Dus heel veel wind. Continu regen. Dus onophoudelijk blijven regenen. Dus ze komen dus heel laat aan de start. Dus maar vroeg of laat moeten ze toch op de proppen komen. Dus, en dat is nu het geval. Er was dat enige akelige stukje, of een van de stukjes dat wat lastig was, waar Mario de Klerk, dit is Bina overigens, een extra dubbele lus of 2-3 bochtjes extra ingelegd had. Is dat nog van tel nu in deze weersomstandigheden? Minder. Dus meer dan waarschijnlijk het stuk waar dat deze Klaas van Tornhout vorig jaar recht door het publiek indook. Dat is nu een klein beetje aangepast, maar door die extreme omstandigheden dus, zijn de renners genoodzaakt om het daar wat rustiger aan te doen. Is dat nu door die omstandigheden een cross die straffer uitvalt dan die op de Koppenberg? Ik denk dat je die in de weegschaal mocht leggen. Dus je zult dat binnen de kortste keren gaan merken dat daar dus echt wel stukken kopie in zitten van de Koppenberg. En zeker die haarspelbochtjes naar beneden rijden. Dus dat wordt wel echt smullen van wat de renners nu gaan laten zien. Deze man kan de 10 kilometer lopen in 36.30. Hij won een loopwedstrijd in Capelle op den Bosch de voorbije zomer, Bart Welles. Het is dus verduiveld rap, hè? Een loper dus. En er moet nogal wat gelopen worden. Die startpaal, is dat van levensbelang? Vandaag niet meer. Dus dat heeft toch nog eens een keer Mathieu van der Poel daar straks bewezen. Dus die moest gans achteraan starten. En dat was geen probleem, dus, want hij heeft uiteindelijk die wedstrijd gewonnen bij de belofte. Het is dus een parcours waar iedereen op zijn plek valt. Naarmate de wedstrijd vordert. Maar Van Tornhout die denkt daar anders over. Die gaat nu al als eerste naar het veld toe met in zijn spoor Martin Bina. Je hebt die gisteren bezig gezien in Den Bosch, Hertogenbosch, in een nieuwe cross. Dat was behoorlijk, Bina. Maar het duurde slechts 30 minuten. En toen is hij uit de wedstrijd gestapt. Pijnlijke rug. Dus een blitzstart van Klaas Van Tornhout. Die natuurlijk wel moet opletten dat hij recht blijft. Vorig jaar maakte hier een serieuze zwieper. Verdween zelfs even in het decor. Daar krijg je dat diepte-shot. Daar zie je de mannen van de nieuwe ploeg van Bina naar voren stormen. We zien daar ook Marcel Meissen, gisteren winnaar overigens, naar voren schiep. De helft van Dottenijs. Dottenijs in Wallonië bij ons. Daar is Albert, zoals zo vaak matig gestart. En Nijs is nog wat verderop. Daar zitten Paulus en Klaas van Tornhout, wiel aan wiel. Van der Haar ook behoorlijk weg. Daar Peters ook in goede doen. Albert duidelijk beter vertrokken dan Nijs. Nijs daar al voor de voorzichtigheid aan het kiezen. En bijpikkelen, dat doen ze haast allemaal met het druk nummer 31. Zien we Van Leeuwen zelfs volledig voor lopen kiezen. Daar springt Wietse Bosmans er nog op. Het mag een wonder zijn dat hij er nog bij is, hè? Of dat hij er al bij is na zijn motorongeluk. Ja, kort na de wedstrijd, na het einde van het seizoen, dus in Lille, aan de Breugelut, met de motor gevallen, zeer zware problemen aan de knie. Gescheurde pezen en dergelijke. De mannen die een nieuw team in de verf willen zetten, hè? Zo zal het wel zijn, Bina. Het Quadro staat naar 10. Maar daar gaat de Paulus. Het was allemaal voor vandaag voorzien, zeker, hè, dat hij voor de doorbraak zou zorgen. Jawel. Ongetwijfeld, Pauwels is goed, dus maar Pauwels houdt van deze cross, maar in net iets andere omstandigheden. Nijs is daar al voorbij Bosmans. We zagen hem tekeer gaan om wat mensen voorbij te knallen. Pauwels zoekt het groen op. Pauwels die hier, als het droog is, in elk geval een parcours op zijn maat vindt. Bina. Rechts dan Meissen, dan Van Tornhout, dan Arnouts, dan Meuse. Meuse, het moet niet gezegd, ook uitstekend op dreef. Paulus die goed ploetert, hè? Dat gaat vlot. En een nooit gezien beeld. Dus Peters daar in de achtergrond met een regenvestje wel aan. Dus daar gaat hij nog spijt van krijgen. Dus, ja, dat is niet aangewezen. Nee, in cross is dat toch wel iets te veel van het goede. Bina die nu al lijkt terug te zakken, zij het lichtjes, ook Van Amerongen, die hier vorig jaar ook goed presteerde, die goed mee voorin rijdt. We zien ook met het nummer 12 Dieter van Tournout net voor Nijs opdraaien. Laten we zeggen, het is een verkenningsronde.
Maar er zijn erbij die hier in de week al kwamen verkennen. Met name de mannen van de thuisploeg, de ploeg van Mario de Klerk. En die weten natuurlijk waar ze aan toe zijn. Ja, af en toe gebeurt het nog dat de renners, en zeker in het begin van het seizoen, het parcours gaan verkennen. Maar wie had op deze ommekeer gerekend? Dus ja, als je gisteren de cross van s-Hertogenbosch zou nog in gedachten hebben. Ongelooflijk, met 6 richting aankomst. Dus ja, zo poederdroog nog als iets. Meus, de acrobaat die een andere lijn kiest dan de meeste. Daar stropt het, dus heeft de meeste daar een goede keuze gemaakt. En hij zit aan het wiel van Dieter van Toernout. Komt daar nu binnendoor. Komt daar bijna tot stilstand. Hier de loopfase, een van de vele loopfasen. Wel een heel belangrijk punt. Dus daar waar dat Nijs net boven reed, straks zonder al te veel mensen rondom hem, gaat dat meer dan waarschijnlijk beter lukken. Dit is natuurlijk een geëikte fase voor Klaas van Toornout, die zelf ook nog loper geweest is in de atletiek. Dus, we gaan naar Ruben. Balanceren op die afdaling van Toornout doet dat voorlopig goed. En een val van Pauwels tegen grond onder de spandoeken door. Pauwels blijft daar ook liggen. Nijs moet zich reppen. En Pauwels die ligt daar, gaat er nu wel weer over. Albert komt er ook volledig door. En Nijs die heeft meteen een positie op 4-5 gewonnen. Pauwels nog altijd aan het sukkelen. Dit wordt lastig voor Kevin Pauwels. Ja, er zijn er dus nog die daar tegen de vlakte gaan. En dat zal niet de eerste en de laatste keer zijn. Dat gaat dus nog gebeuren. Daar gaan we, woeps, Pauwels zien wegvlieden onder de doeken door. Net op de plaats waar dat Klaas van Toornout vorig jaar zich te pletteren heeft. Dat is natuurlijk niet goed voor het zelfvertrouwen. Hè? Ja. Dan ben je natuurlijk een ristplaatsen kwijt van Toornout. Dus zoals ik zei, goede loper. Meussen die longt, waar zit de rest? Daar komt Walsleben boven. Hier Nijs met Albert en Van der Haar. Die wellicht het spoor van die twee wil volgen. De Belgische kampioen, de vissen wereldkampioen, maar nog met veel volk aan het wiel. En de mannen van Baal tremeloos sluiten aan hier in een rijtje van een man of 10. Met Van Amerongen en Arnoud zijn ploegmaat. Walsleben die duidelijk beter in zijn sas is dan vorig jaar. Dan zien we ook Tara Marcas met het losse handje voor BMC naar boven trippelen. Hier is dus straks de tussensprint. Dat is zowat de enige stelling die nog overleeft op het parcours. Ja, ja, want die startboog die is ook neergehaald. Dus ook zo'n alu geramd, zal ik maar zeggen. Dat is ja, door windstoten neergehaald. Dus zoals je daar straks al zei, de publiekstent gesloten. De naders zijn allemaal verstevigd. Dus ze hebben wel gedaan wat dat ze konden nog. Komt het erop aan in dit soort cross om in de beginfase niet te nerveus te doen? Zeker weten, zeker weten. Dus het is nu echt wel rustig blijven en hopen dat het allemaal tot de goedheid komt. En overzicht van Toornout. En gaat die binnen? Nee, die gaat niet binnen. Dan Meissen, die kijkt naar zijn ploegmaat. Pina zit daar wat verderop. Daar heb je dan Meussen van Amerongen. Walsleben, Arnouds. Dan zien we daar de mannen van Baal. Hier heb je Albert en Nijs, wiel aan wiel. Kop van de cross. Nijs die daar even moest loshaken. Van der Haar dan wat verderop. En pelotonvorming. Ja, het valt een klein beetje stil. En dat gaat Nijs gebruiken om terug te keren. Om helemaal terug te keren. En dat naar het einde toe van de eerste ronde. En ik denk dat Ruben de bondscoach te pakken heeft. Dat is de Wie. Rudy de Wie, kan jij dit smaken? Oh ja, absoluut. En de renners ook wel, denk ik. De eerste taxatie is gebeurd en ja, ze weten waar ze aan bezig zijn nu. Dus ik denk dat het beter voorzichtig zal zijn. Iedereen zal wel ondervinden dat de wedstrijd dus waar de wedstrijd zal worden na verloop van het aantal ronden. Kevin Pauwels valt meteen, is ook meteen nat, heel nat. Welke invloed heeft dat voor zijn wedstrijd? Ja, dat kan heel nefast zijn. Zo vroeg in de wedstrijd al echt doornat worden, dat kan dodelijk zijn. Zeker voor een Kevin die toch heel scherp staat. Ik zou niet graag in zijn plaats zijn. De kleine Pauwels zit met last. Dat mag duidelijk zijn. We zien hem ook niet meer hier in beeld in dat eerste groepje. Dan zei ik me vergis. Maar we hebben daar een renner of 12 en daar is geen Pauwels bij. Daar Van der Haar op een parcours
dat niet meteen te zijn lijkt. Hier gaan we dus naar de eerste passage aan de aankomst. En dat is Rob Peters, die een dijk van een cross reed in Laarne op een totaal ander parcours. Hier is Pauwels. Die zit daar aan het spoor van Page. Dat moet hier aan het eind van peloton 2 zijn. Dus die is eigenlijk gedwongen om er een hele lange inhaalrace van te maken. Ja, daar moet hij binnen de kortste keren dan maar aan beginnen, want dat wordt niet makkelijk om terug te keren. Van der Haar, en dat is een rondetijd van 8.34. We moeten daar natuurlijk nog wel de aanloopfase aftrekken. Laten we rekening houden met rondetijden van een dikke 8 minuten. Maar ik kan me inbeelden dat de wedstrijdjury zegt van laten we het niet te lastig maken en de eerder een ronde afknijpen. Ja, het zou wel eens kunnen dat ze vandaag mild zijn, hè, door deze extreme omstandigheden. Nijs te voet. En daar is Meissen het decor ingevlamd. Ja. Rechtdoor en zit daar nog wat vast in die zakken. En hij zat nogthans helemaal vooraan. Hij is dan toch met de snelle omschakeling, want zit daar nu in zevende positie. En komt daar op een strook die hem moet liggen in het pakket terecht. Althans, dat heeft hij normaal gezien in zich. Dus dat is toch een klein beetje af en toe een kopie van de Koppenberg. Dus waar dat Nijs met een paar lendrukken vrij vlot kan bovenraken. Als hij tenminste van die rugklachten verlost is, hè. Hier duwen ze hem naar beneden. De bochtjes. Dat is equilibristenwerk, vooral deze. Omdat je daar natuurlijk direct weg te zakken. Kun je dat allemaal verhelpen door de juiste tubes te kiezen? Ja, dus. Jawel. Hier is het echt het zware werk onmiddellijk aangeroepen. Ik zie in elk geval dat op die zware geleidende stroken de profs wat meer grip hebben dan we bij de belofte en bij de vrouwenzaken. Ja. En ook nog rekening houden, dus het wordt alsmaar slechter. Hè. Dus hier is geen sprake dat het op de een of de andere manier zou opdrogen. Het is trouwens nog geen seconde over geweest, dus het wordt alsmaar slechter. Dus de omstandigheden worden er niet beter op. Van der Haar maakt het niet makkelijk voor Pauwels, hè, want hij blijft het tempo hoog houden en daardoor is het voor Pauwels geen sinecure om uit de achtergrond terug te komen. Ja. Meeuwse, dan Nijs met een tussensprietje binnendoor om wat plaatsen te winnen. Hier zien we Albert die in het zadel blijft. En dan is het sporen, zoeken, speuren beter naar Pauwels. Waar zit hij? Komt voorlopig niet aan. Komt hij daar? Daar heb je hem in de binnenbocht. Hier heb je hem. Maar het is ook niet rijden, dus het, hij staat ook te voet hier. Maar hij gaat nog opschuiven, hoor. Hij is een goede doen, dat zie je. Het zou wel eens kunnen dat hij met die nieuwe trainer dat hij wat meer periodiseert en zegt van ik kies mijn crossen eruit. Laat het kleine grut maar aan andere jongens. Wie gaat er de post binnen? Lars van der Haar. Moet je iedere ronde binnen hier? Niet echt. Nee, dus. Niet aangewezen. Dus maar vroeg of laat kun je er toch maar beter aan doen om af en toe een nieuwe fiets te nemen. Weer naar Ruben. Van der Haar heeft een nieuwe fiets genomen. Ook Meeuwsen doet nat. Van Tornhout, Nijs, Albert, zij blijven doorploegen. En we gaan heel even timen op hoeveel seconden Kevin Pauwels hangt. Heel even kijken wie komt hier nog door. Arnouds met een besmeurd gezicht. Ook Peters trekt een lang gezicht. Die is er niet graag bij. Maar wie wel natuurlijk in deze koude omstandigheden. En veel wind en regen. Hier komt Dieter van Tornhout. Die komt al door op 18 seconden. En daar is dan Pauwels, 20 seconden. Ja, het bijkomend probleem is dat er meteen veel gelegen is aan deze cross. Dit is een cross waarin je, naarmate de wedstrijd vordert, grotere tijdsverschillen kunt gaan uitbouwen. En hier kun je eigenlijk al een fundament leggen, een basis van later eind zeggen. Zie je vorig jaar, Albert. Ja. En hier gaan ze over een klein momentje dus richting die bonificatie met nog altijd Bina aan de leiding. Het gaat om 15 seconden, om 10 seconden en om 5 seconden. Nijs die zich naar boven hijst. Dan had ik de indruk dat Albert een iets beter spoor koos. En we gaan weer naar Ruben. En Bart Welles komt hier nu ook door. 50 seconden, dus geen goede loopbenen en geen goede benen tout court voor hem vandaag. Ja, dat heb je natuurlijk, hè. Op zo'n zwaar parcours. Dan word je meteen op je nummer gezet. Die Bina die komt wel aardig voor de dag. Amai, van der Haar, en van Amerongen. Dan Klaas, Tornatus, dan Nijs, Albert. Daar heb je Meeuwsen en hier heb je Walsleben. Walsleben dit jaar winnaar van de cross in Baden. Allemaal bij Pekelen doen ze daar, hè? Ja. Allemaal het rechter voet los. Zeker niet vastgeklikt in de pedalen. En toch dat schuiven. Dat is Meissen. Het is de tweede keer dat hem dat overkomt. Dus blijkbaar niet echt de stabielste. Daar zien we Taramarkas. Dan denk ik dat we wachten op Pauwels. En hier komt hij. Daar gaat Kevin. Dat doet hij goed. Blijft recht.
En nog eens de slipper van Meissen. Geen grip achteraan en weg. Dan de wat stillere fase, maar dit is natuurlijk eigen pompen en afzien. Hè? Maar natuurlijk, als je een uitstekend vormpeil hebt, dan hou je dat onder controle. Meeuwsen. Goed, tot dusver in een wedstrijd in omstandigheden die hem niet meteen liggen. En hier Peters, die ook eerder van de vlakte houdt. Ja, heeft ondertussen zijn regenjassen al lang uitgedaan. Zal daar wel heel vlug achter gekomen zijn dat dat niet thuis hoort in het veldrijden. Van Amerongen, knap voorlopig. Maar hij was hier vorig jaar al zesde, dus laten we maar aannemen dat Van Amerongen hier een terrein op zijn maat vindt. Hier de kleine, en die gaat die tussensprint pakken. Van der Haar met de 15 seconden, dat is mooi meegenomen. Dan Bina voor de 10 seconden, Van Amerongen gaat de 5 seconden nog meenemen. Het is allemaal voor de administratie, de rekenkunde goed bijhouden. We zien dat Klaas van Tornhout en Nijs daar niet echt een grote inspanning voor geleverd hebben. Nee, echt niemand heeft er interesse in om die seconden, die dan misschien aan het eind van het verhaal dan toch wel een betekenis kunnen hebben. Maar hier vandaag een inspanning gaan leveren. Nee, we zijn nog amper een kwartier ver, dus we moeten er nog 45 minuten aan vastbreien. Jij was gisteren op de cross in 's-Hertogenbosch, waar Van der Haar derde werd, Nijs tweede. En de winst was voor Meeuwsen. Ja, Meeuwsen won. Een klare sprint? Jawel. Vrij loopzuiver, dus Meeuwsen. Dus daar kun je dus echt niet mee richting aankomst rijden. Dus die kan dus in de laatste bocht nog iets rechtzetten. Hier Van der Haar en daar moet Ruben ergens zijn. En we staan bij Mario de Klerk, de ploegleider van Klaas van Tornhout, die net gepasseerd is. Klaas, die heeft goede papieren op dit moment. Maar Kevin Pauwels, hoe groot zijn zijn problemen? Ja, groot. De afstand is volgens mij veel te groot om de wedstrijd nog te winnen. Ik denk als hij het klassement nu niet wil verliezen, dat hij, ja, hij moet eigenlijk heel de wedstrijd goed bezig blijven om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Daar ben je nu al formeel over. Ja, dat denk ik wel. Ja. Het is op zo'n parcours natuurlijk is het gemakkelijker om terug te komen. Maar ik denk de kerels die van voor rijden zijn, weten waar ze mee bezig zijn. Zoals de Nijs, Albert, Klaas. Die mannen hebben alles onder controle voor het moment om die wedstrijd straks in handen te nemen. Dit draait uit op een veldslag? Waarschijnlijk de laatste twee ronden wel, ja. Goed, en nog één ding dat we willen meegeven. Bart Welles, die zit al sinds gisteren met een geblokkeerde rug. Dat is natuurlijk een uitleg voor het snelle verlies in tijd dan toch. En we zien dat de Walsleben zich, laten we zeggen, opoffert voor Albert. Kunnen we dat zo stellen? Want hij probeert het gat op Van der Haar te dichten. Ja, en dat was toevallig ook een van de tenoren van gisteren daar in Sertogenbosch. En toch wel bij de twee beste van de wedstrijd. Niet in de uitslag te zien, want hij was daar vijfde of zesde, dacht ik. Dus maar in koers. Zoveel aan de zesde. Leiding gereden. Ja, zoveel aan de leiding gereden. Veel te veel. Dus voor de plaats die hij uiteindelijk bij in grabbelde. Het is natuurlijk zo lang als het breed is. Als straks mocht blijken dat Albert een mindere dag heeft, dan kan Walsleben uiteindelijk voor eigen rekening crossen. Hè? Dat gaat er wel eens van komen. Einde van de tweede ronde. En laten we zeggen dat de kopgroep van daarnet niet gehalveerd is, maar dat er toch een kwart van weg is. Vooral door slippers. Met Jackie Russell hier vooraan heb je altijd dat fenomeen. Die geeft niet af. Die bijt zich vast in een tempo en gaat dat tempo strak houden. En voor Meeuwsen begint dat al wat door te wegen. Ja. Hij hangt er nog wel aan. Dus en dat is ook geen nadeel bij die tweede bocht hier. Dus, want daar hebben we daarnet Meeuwsen tegen de grond zien gaan. En Nijs te voet zien staan. Dus je kunt daar een klein beetje veiligheidsmarge in lassen. Dat moet dan hier gebeuren. Meeuwsen die met zijn nieuwe trainer ook wat de klemtonen verlegd heeft. Meer op core stability gaan werken is. Daar waar hij vorig jaar eerder op de power ging trainen en op duurvermogen. En dan eigenlijk half leeg aan het begin van het seizoen begon. Ik overdrijf uiteraard een beetje. Maar het gaat om die kleine accenten, hè, om dat een hele seizoen vol te houden. Ja. Hij is in de positie 3, dan Van Tornhout, dan Van Amerongen, dan Bina. Hoe lang houdt hij dat daar nog vol? En wat zijn de plannen van deze Niels Albert? Ja, die Bina doet het meer dan behoorlijk. Gisteren met de tranen in de ogen, dus pijnlijke rug. Daar is voorlopig geen sprake van, dus hij heeft het overwonnen. Nijs, gisteren zadel 4 mm gezakt. Dat is hem ook in Laren overkomen. Ja. Nieuwe fietsen.
Ja, het is overal nieuwe weer problemen. Weer overal een klein beetje. Hè. Dus de zadelpen dus, van Nijs, dus de padden waar dat het versnellingsapparaat aan bevestigd is, dat is dan weer bij Fidea een klein probleem geweest. En Pauwels die had zijn vork tekort afgezaagd. Dus dat was ook losgekomen. Dus het is een klein beetje zoeken nog naar de juiste fiets. De beste Walslepen die we zagen, dat was in zijn periode bij de belofte, die kon een aardig stukje klimmen. Wel, die moet hier toch in deze omstandigheden en ook eens in het parcours wat vinden waar hij van houdt. Van der Haar nu in tweede positie en Walslepen gewoon ronduit recht door op de kop. Sterk hoor. En hij is ook in zijn sas. Je ziet het dat hij dit veel lekkerder vindt dan Laarne bijvoorbeeld. Waar het oneindig kronkelen was en je eigenlijk nooit op volle snelheid kwam. Hier is het voor iedereen werkendag om boven te geraken. En uit respect voor Berten van Damme zwijgt Paul even. Maar we gaan nu even naar Ruben. Bij Mark Janssens, ploegleider bij Telenet Fidea. Het slagveld van Ronse eist voorlopig vooral slachtoffers in jullie kamp. Ja, Tom zit nog net, of heeft er al een beetje moeten lossen, denk ik, bij de eerste acht. Maar Tom heeft gisteren gewonnen. Dit is misschien zijn ding niet. Het is misschien iets te lastig. Maar en Bart, ja, het is waar. En ik denk de rug. Probleem met de rug. En Rob? Ja, Rob, ik weet niet. Rob is van de week ook een keer of drie zwaar gevallen op training. Is ook een paar keer bij de kinesist langs gegaan. Ja, 100% zal het niet zijn, denk ik. Ik hoop alleen maar dat er niet te veel opgegeven wordt, want het is een belangrijke klassementscross. Dus ja, dan is alles om zeep. Hè. In de materiaalpost ondertussen en Albert die zijn de verzorgers nog wat toefluistert met 7 op dit moment. Ik had de indruk dat er bij Van der Haar wat schort. Hè. Die kwam bij het verlaten van de post wat in problemen. Het kan maar een indruk zijn, maar ik zag hem een paar keer omkijken en nog wat roepen. Misschien al voor de volgende ronde, wie zal het zeggen. Verander wat, of dit wil ik zo. Walslepen, Van der Haar, Nijs, dan Anne Klaas. En nu weer naar Ruben. Pauwels verliest terrein op 30 seconden. Ondertussen hier nu het duo Peters met de Adams, denk ik, op 40 seconden. Dus ze verliezen allemaal meer en meer terrein. Ook Dieter van Toernout doet dat. En we hebben nog geen Van Toernout Sven zien passeren. En ook nog geen Bart Welles, uiteraard. Sven van Toernout is in de voorbije crossen nergens in het stuk voorgekomen. Je moet eigenlijk stellen dat Nijs daar wat heeft voor de cross aan heeft voor en na de cross. Ik zag daar wel dat een aantal van de koplopers hier op die enige stekelige helling daar net naar boven reden. Dat is niet voor het zelfvertrouwen. Nee, maar dat gaat op laatst van het verhaal gaat dat echt wel meespelen. Hè. Je zult het straks zien. Goed voor wie dat daar boven vliegt, dat gaat de man worden. En wie hier recht blijft. In de zak van Ronse. Oh, bijna. Albert, die voorlopig rustig aan het, laten we zeggen, van op een balkonnetje bekijkt. Van op afstand. En ziet hoe het allemaal verloopt. Ik heb Nijs al een paar keer naar zijn mechaniek zien kijken. Albert, die nu naar voren kijkt, is dit het signaal om eraan te beginnen? Voorlopig marcheert het toch allemaal supergoed. Dus want ja, de meeste van die mannen rijden dus allemaal met de 11 speed al. Dus het wordt nog allemaal wat compacter achteraan. Je ziet ook dat hier onze kleine uit Nederland, Lars van der Haar, dat hij met schijfremmer rijdt. Ja. En dat Nijs nu al zegt, als ik straks overstap naar Trek, dat is na 1 januari, dan ben ik nog niet zinnig om met schijfremmen te werken. En toch gaat het ervan komen, vroeg of laat. Dus misschien gaat hij zelf niet de inspraak nog hebben. Dus van het moment dat de constructeur het eigenlijk beslist. En daar is Nijs ten val gekomen. Ja. Dus het overkomt ook de wereldkampioen en dan is hij op achtervolgen aangewezen. Dan maar hopen voor hem dat hij geen rugproblemen heeft. Hij nu achter Albert aan en je mag dat niet onderschatten. Dat is toch al een gaatje van een seconde of 4-5. We kunnen wel missen, hè. Ten val komen daar in die modder. En dan die nattigheid op die flank en daarover komt het hem. Oeps, ja, voorwiel weg. Albert die daar nog net kan ontwijken. De schuiver. En wat doet dat? Hij heeft een probleem met de rem, het hendeltje dat wat scheef zit. Ja. Maar hij bolt nog en dat is het allerbelangrijkste voorlopig. Ook die rem die voor hem wat te opentrekken, was dat wat hij deed? Ja, die zal slijpen. Dus die zal tegen zijn velg komen. Dus laat hem toch maar zo vlug mogelijk de post bereiken om daar een andere fiets te nemen. Even zien hoe hij daarmee omgaat. Kan hij dat snel overbruggen, dat verschil? Albert
daardoor wat aan plekken gewonnen. We gaan naar Ruben weer. Ruben, het is aan jou. Ruben heeft problemen. Even een uitval van de micro. Alles heeft hier last. Nijs gaat niet wisselen, gaat gewoon door en geeft nu een signaal. Ja. Hij roept. Ja, die post ligt daar ook een klein beetje in een afdaling. Dus hij zou daar een paar seconden extra verliezen. Dus dan zal het toch niet zo erg zijn dan we eigenlijk vermoeden. Hier breed uitdraaien om dan weer op dat stukje asfalt of is het macadam te komen. En dan toch wat problemen om het in het ritme te geraken, het ritme van daarnet. Heb je al enig idee hoeveel ronden er moeten afgelegd worden? In elk geval bij de volgende passage nog 4. Dan heb je in principe nog wel wat tijd. Van der Haar blijft aan het commando. Ja, ja. En Walslepen wil weer wat opschuiven. Van der Haar twijfelt niet. Terwijl het niet van hem verwacht wordt, zou je zeggen, dat hij aan de leiding gaat rijden. Van der Haar netjes binnenkant bocht. Is natuurlijk zeer behendig klein als hij is. Zit hij wat dichter bij de grond dan de meeste van zijn tegenstanders. En dan gaat hij ook bijzonder vlot in de overgang naar de volgende passage. Lars van Tornhout ook zeer beredeneerd, ja, ja. Zeer berekend. Wou het net zeggen, dus de kampioen van België gaat vlot mee. Geen enkel probleem, nog geen foutjes. Ik heb nog niet kunnen betrappen op een foutje, zal ik maar zeggen. Zoals hij ook zelf zegt, ik hoor voortaan bij de top en wie gaat hem tegenspreken. Ja. Hij smijt er zich tussen. Ook niet onbelangrijk op de ploegvoorstelling. Is mijn naam voor het eerst als eerste afgeroepen. Vroeger was ik altijd nummer 2 na Pauls. Nu was dat anders, gezien die Belgische titel. Weet je, dat psychologische voordeel, hè? Zelfs daar uit die details dat voordeel putten. 400. Albert naar de kop. Opletten nu. Klaas ziet het. Die het Nijs moeilijk wil maken om terug te komen. Klaas ziet het gevaar. Van Amerongen laat Nijs die hele strook voor zijn rekening nemen. Er zit ook enige logica in. Van Nijs mag je verwachten dat hij hier meedoet voor het eindklassement. Van Amerongen die rekent op een top 5 in aller goede doen. Maar goed dat er 2 Nederlanders meespelen aan het front. Nijs komt terug aansluiten, of zo goed als. Van Bina geen spoor meer, hè? Nee. We zijn dan ook richting het halve uur. Hier zien we Pauwels en die komt hier nu door op een goede 40 seconden. In het gezelschap van Arnouds en wie zit daar nog bij? Niels Wubbe. Hij is nu aan het wiel van de mannen voor hem, dus schade voorlopig hersteld. Albert, Tornhout, de Nederlandse kampioen. Dan Walslepen, de wereldkampioen, en hier van Amerongen. Zal hem deugd doen, Albert, aan de leiding rijden hier. Dus zijn eigen route kiezen. En slipper van Albert. Kijk even naar de hand. Als je goed genoeg bent, dan kun je natuurlijk, als je de allersterkste bent, gewoon wegrijden. Mm-hmm. Maar als dat niet het geval is, dan is het toch ook wel wat berekend crossen met het oog op die slotronden. Hè? En ik heb de indruk dat men daar nu al mee bezig is. In dat opzicht is een slippertje eigenlijk niet echt dramatisch. Dus kwam zelfs als tweede of als derde terug op de fiets. Terwijl als je hier op de 6e plaats zou rijden, ja, dan verlier je echt wel kostbare seconden. Van Tornhout, die wacht in elk geval niet. Die nam daar gezwind over. En dan zien we dat Nijs een totaal ander spoor kiest. Maar Ruben moet daar vlak in de buurt zijn. En Bart Welles kunnen we zeggen dat die uit koers stapt, heeft Mark Janssens ons net medegedeeld. Ja, dat is een streep door de rekening voor Telenet Fidea, dat hier voorlopig in het stuk nauwelijks voorkomt. Ondanks een bemoedigende start van onder meer Tom Meeuwsen. Klaas van Tornhout. Ja, de ene is een dood, weet je wel. Albert even tegen de grond en dan onmiddellijk een prik. Ja, en daar zit hij achter, achter Klaas. Sterk. 31 is hij, de man uit Torhout. Nijs die lonkt naar de prooien voor hem. En nu binnenrijden. Ja, ja, ja. En dat doen ze haast allemaal. Juiste moment. Hellende lijn hier. Hier kun je niks verliezen mee een andere fiets te nemen. Nijs naar de leiding. Ja, dat zou wel eens een sleutelmoment in deze cross kunnen worden. Al moet hij daar natuurlijk wel wat gas geven om vooraan te blijven na de wissel. En hier wel eens met rugproblemen. Ondanks de alweer herziene positie. Hoe komen ze uit zo'n post? Hè? Dan zagen we dat Nijs wat groot stond. Dat Walslepen naar het wiel van Tornhout glipt.
daar gaat hij zelf niet voor gezorgd hebben dat hij te groot stond. Dat is hoe dat je de fiets aankrijgt. Is hier nu één moment van verpozing? Eén moment waarop je zegt van... Zou niet weten waar. Er is nog geen moment geweest dat het echt stil viel. Ja, ze willen natuurlijk niet op babbels gaan wachten. Dus, Zelfs in de aankomstzone niet. Hè? Daar heb je dan meestal zo'n moment van samenstromen. Maar dan loopt hij hier nog bergop. Hè? Op de Hotond, zo moeten we dat zeggen. Ruben. Nog wat tijdverschillen in de materiaalpost. 40 seconden ondertussen voor Kevin Pauwels. Vlak voor hem was Bart Aarnaerts. En we staan hier naast de coach van Sven Nijspol van den Bosch. Welke indruk heeft de wereldkampioen Jan? Op een of andere manier horen we Paul van den Bosch niet. De klanklijn is nog altijd niet hersteld. U begrijpt dat dit zeer ondankbare omstandigheden zijn. Voor de renners, ook voor de organisatoren, ook voor onze mensen in het veld. Ik zou alle cameramensen, alle geluidsmensen, alle kabeltrekkers nu al een dikke pluim willen geven dat ze dit gedurende uren volhouden. Want ze waren al van vanochtend actief. Onder leiding van regisseur Gunter Erghoffs. Er komen er terug wat aansluiten. Ook Bina is terug aangesloten bij de kopgroep. Daar heb je hem. Dat wil zeggen dat het tempo vooraan wat zakt. Of gezakt is. Halverwege de cross een relatief, nou zeer relatief rustmoment. Hier in de Hotond Arena. En stevast hoort u op de achtergrond de public address. En die heeft het over de arena. Dat is terecht. Pina. De man die wereldkampioen werd bij de juniores, die dan bij de belofte Bas en Kommeet leek door te schieten, maar dan mentale problemen kreeg, zelfs opgenomen werd in een instelling. Maar daar is hij blijkbaar helemaal overheen geraakt. Dat is zo dat hij vorig jaar ieder weekend vanuit Tsjechië naar hier overkwam. En daardoor verloor hij door de heenrit en de terugrit twee trainingsdagen. Nu is hij naar Vlaanderen verhuisd, woont hij hier de hele winter. Ja. Dat scheelt hem een pak. Hè. Dat gaat hem op termijn toch wel winst opleveren. Dus zonder meer een toptalent, alleen heeft hij een jaar of 7-8 kwijtgespeeld. Hè. Zoek niet naar Simonek. Simonek, andermaal in de lappenmand, is aan het eind van een antibiotica-kuur van 20 dagen met een hardnekkige bacterie. Hier Meuse. Meuse die weer longt onder zijn petje uit. Waar is de top? Ginds ligt de top. En wat de toppers betreft, ik denk dat zij die hier mentale sterkte tonen en de rust kunnen bewaren, het die straks kunnen winnen. Dit is haalbaar om boven te rijden, dus Walsleben lukte het niet. Was dat nu een parcours voor jou, Paul? Oh, zwijg me daarvan. Niet dus? Nee. Ik denk dat vanwege ik, de hellingsgraad? Niet van de modder, hè? Dat had je graag. De modder zou kunnen, maar het is de lastigheidsgraad. Bergop, ik denk dat ik richting Welles zou geweest zijn nu. Ach, Welles achterna. Want dit is vooral op weerstand. Maar het gaat natuurlijk ook iedere keer weer om stroomstoten. Hè? In die intervals, bergop, Ruben. Door op een 12 seconde. Albert had daar net een 33er gevraagd. Geen centiliter, natuurlijk wel millimeters. Achteraan heeft dus een nieuw rubber gevraagd om hier de modder te baas te kunnen. Je zag aan de reactie van Nijs dat hij moest maken dat hij daarvoor bij zijn voorganger kwam. Want hij had in de mot dat Albert er een snok ging aangeven. En dat is nu aan het gebeuren. Hè. Je ziet dat aan het gedrag van Bina en Van der Haar, dat ze er wat doorzakken. Hier komt de forcing van Albert. Klas van Tornhout plakt aan het wiel. Als hij nu omkijkt, dan ziet hij vlak in het aangezicht van Tornhout. Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel houdt hij in, ofwel gaat hij door. Nijs die glibbert onmiddellijk naar dat achterwiel. Dus het is nog goed. Hier is nog geen zekerheid. Dus hetgeen dat Albert doet, is getuigd. Veel moraal. Klaas van Tornhout gebeten in dat wiel. Maar Nijs doet er nog een schepje bovenop met terug te keren. Met dat gaatje te dichten in volle inspanning van Albert. Dus het kan hier alle kanten uit. En wat dan gezegd van de smalste van de hoop, Walslepen, die ook nog altijd vinnig meedraait. Ja, maar die is helemaal omgetuned. Dus dat is terug. Dat wordt een topper. Het was een topper. Een tijdje weg geweest, dus maar hij is terug. Die is vorig jaar teruggebracht door Paul Bonnet. Hè. Ook vorig jaar aan het eind van het seizoen kwam hij al tussen de mensen. Getuige daarvan zijn vijfde plaats in het WK in Louisville.
En daardoor heeft men Paul Bonnet bij BKCP Power Plus aan boord genomen als ploegtrainer. Er wordt wat schimmig over gedaan. Is dat nu de persoonlijke trainer van Albert? Ik denk dat Christophe Roodhoofd het niet zo graag heeft dat hardop gezegd wordt. Albert is nog altijd zijn poula, weet je wel. Kwestie van overzicht houden. Bina komt gewoon naar voren. Oeps. Ja, onderschat hem niet natuurlijk. Dus denk maar aan Hogerheide vorig jaar. Waar is onze Kevin gebleven? Waar strijdt Kevin Powels? In welke positie? En nog belangrijker, want posities doen er niet meer toe vanwege geen punten. Maar op hoeveel verschil is dat? Hè? Hij ziet eruit dus, alsof hij precies nog eens een keertje op zijn rug heeft gelegen. We moeten straks nog eens proberen de klok in het oog te houden hier bij de aankomstboog. Wat is de achterstand van Kevin? Oeps, helemaal uit het spoor. Rob Jong toch? Oh, het is Corné van Kessel. Ja, nummer 26. Ja. Corné dus. Corné uit het spoor. Knots en dat paaltje. Oeh, dan heeft hij geluk hoor. Ja, hij heeft eerst het grote stootkussen en dan richting dat paaltje. Dus dat stootkussen heeft hem nog halveling gered. Hij is naar de kop. Bina aan het wiel. Nijs als eerste door de passage die hem het best moet liggen. Hier komt Powels nu door en dat is op 58 seconden. Ja, dan heeft hij er toch weer ergens gelegen hoor. En daar een val. Bina die andermaal knielt. Ook Albert die zijn ros even moet loslaten. Wat een slagveld. Een verschrikking. Klaas en van Tornhout. Toch denk ik dat mensen dat thuis graag zien. Het is zo prettig hè, om dat allemaal te bekijken vanuit je luie zetel warm bij de haard. Ja, niemand is hierop voorbereid. Hè. Dus ze hebben altijd al goed weer gehad. Klaas pareert. Perfecte omstandigheden. Bij Nijs blijven. Maar van vandaag op morgen, van de hemel naar de hel. De man van 37. De man die aan het wiel zit, is 6 jaar jonger. Laten we zeggen, deze stroken voor Nijs. De looppassages dan eerder voor Klaas van Tornhout. Wat hebben die twee vorig jaar fantastische gevechten geleverd. Denk maar voor die wereldtitel. Van der Haar moet Bina laten passeren vanwege overgang in lopen. Beentjes dan toch wat kort. De snelheid gaat omhoog. Bij de volgende passage nog 2 ronden voor deze mannen. Ik kan u nu ook zeggen dat u straks aansluitend op deze rechtstreekse uitzending Parijs Tour krijgt. De essentie van Parijs Tour. Hier zijn de mannen van Louisville, van het wereldkampioenschap. Nijs die daar breed omdraait, gaf de indruk binnen te rijden en doet dat dan niet. Is dat een linkmanoeuvre? Ja, maar hier kan hij seconden pakken. Als hij niet in de netten gaat rijden. In de patatenzakken. Ja, want die materiaalpost die ligt enorm zwaar. Dat is absoluut geen voordeel om daar te wisselen. Albert weet het. Zie eens, 10 seconden. Hou hem door, hè. En dat zijn er meteen een stuk of 5, 6. Ja, dat is echt een drama. Klaas komt er toch nog als tweede uit. Met zijn ranke gestalte. Nijs wat robuuster. Al heeft hij alweer, zegt hij, een kleinere broekmaat. 29 nog. Je zou het hem niet geven, stoer als hij is. Nee. Voor de rest ken ik van broekmaat en niks op top. Maar zo te zien is hij toch nog altijd dik in orde. Dan heb ik de indruk dat Klaas met zijn klein verzetje ook nog goed vooruit gaat. Ja, hij weet ook nog dat hij 2 ronden moet doen. Hè. Aan de aankomst nog 2 ronden. Hè. Dus nu al ervan doorgaan, het volle pond geven. Daar is zijn laatste ronde te goed voor om op die manier nu te gaan koersen. Bovendien is het ook zo dat hij al een paar crossen niet gewonnen heeft. En dat hij dat nu toch wel veranderd wil zien, deze Nijs. Is dit zijn moment of komen ze toch nog eens een keertje terug? Ik heb de indruk dat Van Tornhout weer wat dichterbij komt. En in deze loopfase zou dat wel eens nog wat meer het geval kunnen worden. Ze mogen terugkomen. Twee ploegmaats van BKCP, dat in elk geval, met de Walslepen en Niels Albert. Ja. Maar heb je daar veel aan op dit parcours? Minder hier. Dus we hebben al een paar mooie flitsen gezien, Neerpelt en bij Van Damme dat er afstoppingswerk bij te pas. Er is geen sprake van vandaag. Dit doet aan Baal denken ook, hè? Al is het in Baal wat minder stijl, maar daar heb je ook in de nieuwjaarsperiode op nieuwjaarsdag altijd dit soort situaties. Ja, waar je enkel hoog door de modder klieft, hè? Nat, nat en nog eens nat. En alweer in de loopfase.
Nijs die er dus won in 2010. Er toch even bij zeggen dat de eerste grote prijs Mario de Klerk al gereden werd in 2000. Want dat was toen op een totaal andere omloop, biljartvlak in Wortegem-Petegem. De achtervolgers. Voorsprong is wat gegroeid. Albert voelt dat, wil buitenom. Klaas zoekt naar treden die de man voor hem gemaakt heeft. Ja, straf. Klaas kreeg het niet echt dicht. Het is natuurlijk ook al, als ik het goed heb, de vijfde cross die over dit parcours gaat. Hè? Dus omstandigheden worden al maar ondankbaarder. Ja, slechter. Het is zelfs zo dat rond de klok van 1:30 de UCI-commissaris, een Fransman, overlegd heeft met zijn ploeg en gezegd: moeten we dit wel laten doorgaan? Ja, natuurlijk moet hij dit laten doorgaan. En ondertussen is het 10 seconden. Maar vond hij wellicht dat de veiligheid niet kon gegarandeerd worden? Is deze Nijs alweer weg, volkomen van de rest ontspoord? Dat worden meer dan 10 seconden. Het is nu aan Walsleben. Alles uit de kast. En ik zie dat Klaas van Tornhout daar bewust wat inhield. Ik krijg het niet opgelost. Jij dan maar. En dan Albert. De kopman dan. Paal tegen Tremelo. Ja, dat hoort dan eigenlijk ook zo. Hè? Als je op twee ronden van het einde komt, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Ja, dit is finale. Oeps, opletten dat je elkaar niet nekt, hè, jongens. Ja, verschillend traject. Daar komt Albert al wel bovenuit de bocht. Maar Nijs die ook risico's begint te nemen in het aansnijden van de volgende stroken na afdalingen. Ja, die denkt dat hij op de Koppenberg is natuurlijk, in deze omstandigheden. De Koppenberg waar hij op 1 november voor een 10e keer wil winnen. Voor een 10e keer. En ik durf er een pak op te verwedden dat hij nu al zit gebedjes te prevelen voor nog meer regen. Ja, nog meer. Dan wordt het natuurlijk gevaarlijk. Hè? Want dan zou het kunnen dat ze moeten gaan lopen. Heel veel lopen. Dus een, ik weet niet of dat hij dat nog zo graag doet. Dus maar zoals het er nu bij ligt, perfect. Nog wat regen tussendoor en dan uitdrogen in, laten we zeggen, de laatste dagen. Ja, zoiets. Albert nog niet afschrijven. Hè? Nee. Zeker niet. Nee, want hij is ontsnapt. Walsleben laat hem vertrekken. De ander, dat wordt een groter probleem. Maar deze Albert, die vecht. Jaar na jaar meer maturiteit gekregen. Dat is nu echt het duel waar de mensen op zitten te wachten. Maar er is wel een 12-tal seconden tussen. En vraag is of dat Albert dit nog gaat dichtkrijgen. Bij Albert zijn we gewoon om te zeggen dat hij niet breekt. Dat als hij wat in zijn kop haalt, dat hij dan niet afgeeft. Dat is geruststellend. Dat hij naar links kijkt, dat hij daar vanaf is, dat hij zich daar niet meer mee moet bemoeien. Dus moet hij alleen maar naar voren kijken? Ja, alleen nog naar Nijs. Nijs die heel even leek te ontspannen, of was dat optisch bedrog? Heeft hij Albert zien komen, heeft hij een beslissing genomen? Ik ga hem niet doorgeven, ik ga hem laten bijkomen, of is dat nu lulkoek? Ja, het is nog iets te lang, eerlijk gezegd, om voor Nijs nu al te vertrekken. Nog twee volle ronden. Dan moet hij dus heel sterk zijn. En dat was hij ook al. Hè. Dus ik kon dat de vorige crossen alles bewonderen. Dus zou het kunnen dat hij wat zijn kopje gebruikt en dat hij zegt van oké, laten we die op één na laatste ronde nog met z'n tweeën beslissen. Je ziet hem nu weer omkijken, als het ware zoals Eddy Merckx onder de oksel. En dan komt hij op een seconde of drie. Ja, dit is nadenken, dit is zelfs wachten. En in de achtergrond wordt nog meer gevallen. Hè. Hier op die netelige strook met Sven van Tornhout en een paar anderen die onherkenbaar geworden zijn in deze blubber. Ja, maar dat is daar een attractie. Hè. Daar iedereen tegen de kost. Dus, want je zit dan wel op die profs te zien, dus maar vanaf plaats 20, dan denk ik dat daar taferelen gebeuren. Noem je dat iedereen tegen de kost? Tegen de kost, ja. Is dat de campus? Absoluut. De korst is dus het aardoppervlak. Ja, de aardkorst. Ja. Nijs die daar misschien een klein momentje dat hij verrust ingeschakeld heeft. En dan zeggen van ik ga wat met je voeten spelen, maar ik ga weer versnellen. Is het dat wat we nu meemaken? Ja, wat hij nu van plan is. Dat is een raadsel. Hè? Dus hij geeft de indruk van te wachten, dus maar voorlopig. Ja, maar kun je daar wel wachten? Dan moet je gewoon proberen recht te blijven en je techniek bezig blijven. En daarin is hij beter. Maar het is geen volle 12, maar dit duurt toch zo lang dan weer dat bochtje nemen voor Albert. En heeft hij natuurlijk ook zoveel terreinkennis dat hij wel weet van och ja, kom dan maar terug in die laatste ronde. Kan ik mijn plekjes wel uitkiezen?
Pina, dan Van der Haar, dan Van Amerongen. Goed dat er zoveel buitenlanders meedoen. Want die klas van Peter van der Abelen, oh, die mondialisering, die is volop bezig. Ah, volop bezig. Daar zou ik dan toch nog wel even mee wachten. Nog een jaar of twee. Tot Mathieu van der Poel helemaal meedoet aan het front. En dan gaat het nog maar over de lage landen. Hè? Geraakt hij hierboven. Van buiten naar binnen. Een traject dat hij dus nog niet heeft afgelegd. En zit daar nu sleet op? Ik zie hem niet. Ik zie zelfs dat die seconde weer wegtikken. Daar stapt hij al af. Ja. Niels Albert. Ja. De oudste is er weer vandoor. Dit is Bina. Eventjes laten geloven. Kom maar terug. Bina die nog zwaar staat op de kont. En dan weer goed vettig doortrappen. Van Tornhout die wat bleef hangen daarnet bij de passage aan de streep. Maar blijkbaar toch nog wat restantjes heeft. Meeuwse die toch nog mee komt doen voor de top 5 misschien. En hij ploegde voort. Zoals hij dat nu al doet. Van ja, 1998. Ja, daar kiest hij altijd dat graskantje. Ja, natuurlijk weet hij ook dat het gras weer lekker groen is en dat het daar te doen is. Dus maar die gele ajuinzakken, dus, die zijn onverbiddelijk. Die kunnen u echt van uw fiets rukken. Het is zowaar gestopt met hard te regenen. En hier nog een wissel. Terug van op, stilstand, ingang trekken. En het loopt daarvoor geen meter. Je gaat erin op, hè, Paul? Ja, echt wel. Dus cross. Ja, het is echt cross. Op het hoogste niveau, hè? Maar dit is ook wel chic, dat die Bina op dit soort omlopen meespeelt. Ja, hij komt dichter bij Albert nu dan Nijs bij Albert zat. Ja. Laat er nu nog zo eens een echte parkcross komen, zodat die mannen dat gewoon zijn. Dan, daar gaan we nog wat van zien. Bedoel je een harde cross? Daar mag zelfs een pelletje ijs op zitten. Dan heb je aan Bina de beste schaatser van het lot. Samen met Meuse is hij de man. Juist, want diversiteit is natuurlijk ook een van de grote attractiepunten hier in dit circuit. Het ene parcours is het andere niet. Kijk. Komt al maar dichter, die Bina. En gaat misschien nog een gooi doen naar een tweede plek. Tenzij deze man nog helemaal instort. Maar de kans is klein dat hem dat op zijn 37e overkomt. Omdat hij perfect weet hoe hij krachten moet indelen natuurlijk. Won dus dit seizoen in Las Vegas. In Laarne werd hij 11e nadat hij die rugproblemen had. Maar daar heeft hij blijkbaar toch niet te veel last van. In Neerpelt 2e. Gisteren 2e. Waar deze Albert won. Die er al 2 op zijn actief heeft. Nog een zeer mooie overgang van Niels Albert. Technisch nagenoeg perfect. Ook Bina doet dat. Hè. Dan zie je ook dat hij perfect in balans zit. Ja, goeie chauffeur. Meester die opschuift. En daardoor Telenet Fidea op het plaatje zet. Van der Haar die even inhoudt en afgepeigerd lijkt. Hier is Walslepen, die is ook teruggevallen. Van der Haar was content dat hij... En een schuiver. Ja. Iets te hard gevallen. Daar zitten ze allemaal in elkaar. Dus zit daar Meuse en die is blijven liggen. Ja. Die ligt te kronkelen. Is die vast blijven zitten? Laten we hopen dat het dat is. Ik denk het wel dat hij moeilijk wegraakt. Ja, en dat de schade enigszins meevalt. Laten we hopen. Zeer zwaar gevallen daar. Ai. En dan tikken de seconde ongenadig weg. Kreffelt recht. Ja, echt een tik gehad en vooral ook een mentale tik. Echt verplicht van verder te rijden, normaal gezien. Als het enigszins kan. Ik denk dat we het hier nog eens krijgen, maar daar is hij al tegen de vlakte gaan. Dus de impact missen we daar een beetje. Kijk, zijn fiets die ligt 12 meter hoger. En Van Amerongen is daarmee aan het worstelen. En ook Klaas. Ik denk niet dat Nijs daar iets van gezien heeft. Ook niet gehoord. Hij is op zowat anderhalve ronde van het einde. We gaan toch nog eens naar buiten kijken. Straks moet daar toch wel de laatste ronde verschijnen, of heb ik het mis? Ze gaan aan de laatste ronde beginnen. Straks als hij passeren. En Bina heeft Albert te pakken. Dan is de veer gebroken. Zo goed als. Tenzij Bina nu zijn knop omdraait en zegt van... Oh, ik zie er nog eentje rijden. Goed gedaan, Bina. Dus zou het kunnen dat gisteren wat gefaked heeft? Ja, dat zou kunnen. Maar die mannen verkopen niet zo vlug comedie, zou ik denken. Dus de Tsjechen. En dan op een parcours dat hem eigenlijk beter op het lijf geschreven is dan dit. Meuse draait weer. Zalig. Het bord van de motocross is er weer.
Ja, 15 seconden. De omstandigheden zijn dus zo ondankbaar, dames en heren, dat men zelfs de fameuze Formule 1 start. Ooit een vondst van de cross in Loenhout van René Vermeijeren. Dat men die niet kunnen uitvoeren, heeft dit dus een lekkere ouderwetse start geweest met het fluitje. Ja, de boog was... Zelfs een pistool was iets of wat gevaarlijk. Vanwege een ketsen. Ja, maar het fluitje heeft zijn vruchten afgeworpen. Het werkt nog altijd. Vorig jaar werd deze Nijs hier door Albert op 1 minuut en 9 gezet. Hè. Als je daar dan ook nog eens de bonificaties bij telt, dan mag je daar nog een tiental seconden bij doen. Wat het bij de tussensprint was, dat weet ik niet zo meer. En in 2011 werd Nijs hier op 1 minuut 40 gereden door Pauls en Stibar. 1 minuut 40. Hè. Dus om maar te zeggen dat het ene jaar het ander niet is. En dat ogenschijnlijk Nijs met betere papieren aan het seizoen begonnen is dan vorig jaar. Voorlopig heeft hem alles meegekregen vandaag. Dus dit weer, daar houdt hij van. Zoals gisteren en de weken daarvoor was hij niet echt... hij stak er niet bovenuit. Maar nu vandaag, als je dit ziet, ja, met hem rekening houden voor die zware crossen, voor die klassiekers die dat hem dus altijd al afgekunnen heeft of heel graag heeft. Dus maar zo, op deze manier kan het nog altijd voor Nijs. En er staat nu een 1 op de passage hier aan de aankomst. En Nijs gaat hier zo meteen voorbij komen. Het schaatspubliek dat opgekomen is, is nu op de borden aan het trommelen. Dit is de laatste ronde, het signaal voor de wereldkampioen. Hier heb je hem. En kijk naar de agressie in zijn blik. Hij gaat deze ronde ook nog wel eens op een correcte manier afhaspelen. 48 minuten bezig, dus we houden het bij een cross van 56 à 57 minuten. Dat lijkt me gezien de omstandigheden ruim genoeg. Ja, ja, dat is goed gedaan. Dus een oogje dichtknijpen en dat is perfect geregeld. Hier komen de achtervolgers op 19 seconden. Albert die nog wel een groot verzet trapt. En Bina die aan het wiel plakt. Is dat nu irritant? Ik denk het niet. Dus ik denk dit, in dit geval, hij heeft alles, alle kansen gehad om terug te keren. Op een bepaald moment is hij dus helemaal alleen komen te zitten. Met Nijs op 10 seconden voor hem. Op een bepaald moment 7 seconden. Hij is er niet bij geraakt. Valsleben. Dan denk ik dat je daar perfect kunt bij neerleggen. Op plaats 4, op 3/4 minuut. Jan van der Haar, de man van de eerste ronde. Met Klaas van Tornhout, die het overnam van der Haar. Van Amerongen, die misschien zijn prestatie van vorig jaar kan evenaren. Toen werd hij zesde. Hij is nu met grotere voorzichtigheid door zijn bochtjes. Dat kan hij zich permitteren voorlopig. En dan de duik. Hier de twee achtervolgers. Toch vaak slippertjes bij Bina. Niet echt rijvast. In deze strokken. Het voorwiel van Albert Kapsijs tot twee keer toe. Ja, ja, ja. Hier komt Tom Meeuwse met Arnouds. Mede door die val Meeuwse nu op 1.34. Bart Arnouds wat gematigder aan het seizoen begonnen. Gisteren was hij vierde in 's-Hertogenbosch. Waar deze Nijs tweede werd in een sprint met 6. Redders de beste 3 tot nu toe. Nog altijd vrij dicht tegen die omheining. Maar hij trekt zich weer andermaal naar boven. Ja, het gaat weer heel vlot. Dat is een passage waar dat het straks fout liep voor Albert. Maar een minuut of 8 later is het dan toch weer gelukt voor Nijs om hier boven te geraken. Nijs won deze trofee al 8 keer. Liet daarnet, mocht u dat niet gezien hebben bij de tweede ronde, de tussensprint voor wat hij was. Met het oog gelicht op wat daarna moest komen. Ja, dit gaat meer opleveren dan... Bina dan die zet Albert onder druk. Bonificaties. Martin Bina zet Albert onder druk. Wat doet dat met het verschil met Nijs? Nijs die nog eens binnenkomt voor een laatste propere fiets. Het zal de mannen deugd doen, hè, zoals Bina. Dus nu ook in een ploeg opgenomen met het juiste materiaal. Dus ook de juiste tubes. Rijden ook mee stevens fietsen. Dus in dat opzicht allemaal vooruitgang voor de jongens. Heeft een volle laan voor. Zij wisselen niet. Albert bijt op de tanden. Wil beletten dat Bina van hem wegrijdt. Hier is Kevin Pauls. En dat is op 3 minuten, jongens. Ai, ai, dat klassement. Dat is adieu klassement. Vaarwel. En dat op het terrein van de sponsor of het terrein van de trainer van Mario de Klerk. Na 52 minuten koers is dat klassement om zeep.
Die had het zich anders voorgesteld. Het zal van Klaas van Tornhout moeten komen. Zo ondankbaar. Nochtans goed gestart, hè? Niemand die kan zeggen waar Pauwels zou uitgekomen zijn zonder die val. Maar goed, dat hoort bij de cross. Je moet daar mentaal ook van herstellen. Hè? Er zijn er verschillende gesneuveld op die passage. Ook Meeuwse. Albert toch weer in de overname. Hier bij Bina. Bina, die is nog kloek, hoor. Die heeft gisteren gewoon zand in de ogen gestrooid. Ja, maar dan is het echt wel een acteur. Want er waren tranen bij. Ook hij rijdt daarboven, terwijl Albert daar wat, niet moedeloos, maar toch wat mat afstapt. Maar de fase van de afpeigering is natuurlijk al lang ingezet. Hier. Toch maar voorzichtigheid inbouwen, maar dat doet hij niet, hè. Hop, hop, hop. Bina zet Albert op een seconde of twee. Nou ja, anderhalve. Tijd op de tanden. Niels Albert. Ja, daar komt wat sleet op deze cross. Dus dan duurt het wat langer, alvorens dat je in het zadel springt. Ja, dan worden alle bewegingen als het ware wat trager. Slow-mo. Bij Bina is dat niet het geval. Mario de Klerk zei over deze passage vorige donderdag dat je hier zelfs al lopend niet boven geraakte. Dus is men hier ferm bezig geweest met de schop om trapjes aan te leggen. Hier zitten we bij Walslepen, die het gezelschap gekregen heeft van Klaas van Tornhout. Die heeft dus nog een eindsprint in petto gehouden. Van Amerongen, dan zien we Van der Haar daar beneden. En is dat Meissen? Ja. Ja, dat is Meissen. Die is ook sterk teruggekomen. De strijd voor de vierde plek hier volop aan de gang. En hij is in een van de laatste zware ploeterpartijen, bergop. Daar had hij vroeger een broertje aan dood, maar ook daar is hij in veranderd. Het zegt alles over de professionele instelling van de mens Nijs, dat hij blijven werken is aan zijn zwakke punten. Bina. Kan Albert nog terugstoten? Dat zal moeilijk worden, want het zijn serieuze treien dat Bina hier neemt. Dat is echt wel interesse hebben om die tweede plaats binnen te halen. In elk geval een ferm podium in de maak. Ik mag hopen dat Luc van der Abele, de organisator van deze grote prijs, Mario de Klerk, zich daaraan optrekt. Dat het podium meer dan netjes zal zijn. Want de man was er het hart van in, van wat hem hier overkwam. Hij heeft wel een van de mooiste omlopen van het hele circuit. Dat mag je wel zeggen. En het is misschien goed om dan eens gaan te praten met de mensen van Kuurne-Brussel-Kuurne die dit seizoen op een winterse sneeuwdag zelfs niet konden organiseren. Nee, hij trekt zich nog vinnig naar boven, alsof hij nog de punten op de i wil zetten. Alsof dat nog moet, hè? Ja, maar hier heeft hem toch wel echt een punt van gemaakt. Dus vanochtend op Twitter, yes, daar kwam het op neer, regen. 16 jaar prof zeker. Alsof dat nog moet. Ja, onder die helm. Ja, zegt hij, eigenlijk moet niks meer. Dat was vorige donderdag op die persvoorstelling van de Bpost Bank Trofee. Maar als het winnen wat achterwege blijft, dan ga ik toch nerveus worden. Tja, dat kun je dan wel zeggen als je weet dat je goed bent. En dat je al gewonnen hebt en dat je al een paar keren tweede bent geweest. Dus dan weet je dat je op snee bent. Dat je dus niet ver van die overwinningen verwijderd bent. In elk geval, deze mensen, Bina en nog meer deze Albert, ze weten alweer hoe laat het is. Verdorie, er staat daar nog, de beer van Baal. Ja. We gaan er weer een meer dan vette kluif aan hebben. Als hij op de superlastige crossen al in de buurt is voor de overwinning, dan kun je ervan op uit, of aan op aan, dat hij dus in deze koersen zeker zijn man zal staan. Het zegt veel. Er is één crosser genomineerd bij de vijf mensen voor de Flandriën. Nice. Er zal ook maar één crosser, vermoed ik, in aanmerking komen voor de kristallen fiets. Mij vraagt, je kunt je de vraag stellen, komt er een wegrenner in aanmerking na een plat seizoen op de weg? Nog 200 meter. En dan is hij binnen. Ja, het was nog een gevaarlijk manoeuvre dat hij daar deed. En dan wint hij voor de tweede keer de grote prijs Mario de Klerk. De eerste keer was dat nog geen klassementscross, maar nu is dat wel van een ander gehalte, een ander niveau. Nijs wint alweer. Nijs heeft zijn wedstrijd perfect ingedeeld. Heeft het bekeken, een ronde of 4-5 lang. En dan één stroomstoot gegeven en de rest
tegen de Rotonberg geplakt. Hij wint. Punt aan de lijn. Bina is een hele mooie en leuke tweede, omdat dat inderdaad wat naar verbreding ruikt. Ah, ja. De Tsjechen doen mee. En Albert is derde. Nijs is uiteraard ook de eerste leider. Dit zijn de mannen die bonus krijgen. 15, 10 en 5 seconden. Daar is Klaas van Tornhout. En Klaas rijdt daarvoor van Amerongen en Meisen uit. Die Meisen is bijzonder goed gestart. Dan zijn we wat kwijtgeraakt door een paar valpartijen. Hij is toch overeind gebleven in de slotfase. Hij gaat sprinten. En dat kan hij wel. Dus hij werd eens een keertje vierde in het Duits kampioenschap. Op de weg spreken we dan. Daar komt Klaas van Tornhout. Hij houdt ze nog netjes af. Hier en dan Meissen die van Amerongen toch nog op een plaats verderop gaat dwingen. Meissen dan voor van Amerongen. En daar komt Klaas van Tornhout in de buurt van Ruben van Geels. En die mag zijn gang gaan. As, jouw verhaal van de wedstrijd. Het is bijzonder zwaar geweest, staat nog uit te hijgen. En dat is uiteraard best begrijpelijk ook. Jouw verhaal van de wedstrijd, Klaas. Enorm koud. Een heel zware wedstrijd. En op het einde serieus onderkoeld. En dan gaat hij weg en dan moet hij wat verzorging krijgen. Het nummer wordt afgeknipt, ook nog één ding. Ja, je krijgt dan een dikke minuut, denk ik. Dat is ja, met het oog op het klassement niet meteen een goede zaak. Het enige wat dan nu interesseert is de douche. Oké, goed, kan je laten gaan. Kan dat nog nauwelijks gezegd krijgen, verkleumd als zijn lippen zijn. Van der Haar is zevende, Walsleben is achtste. Bart Arnouts komt hier als negende binnen op 1,58. Voor het individueel klassement is dat natuurlijk een helse karwei om daar nog een pak tijdwinsten te boeken. En dan komen nog meer besmeurde lieden hier over de streep met Twan van den Brand. Net Twan voor Meeuwsen. Brand voor Meeuwsen, hè? Ja. Meeuwsen op 11. Dan Tara Marcas, die uiteindelijk niet in het stuk voorkwam. Op maar die elf. Wordt nog 12e. Ja, 11 of 12, ja. En dan krijgen we hier Lulumir Petrouch. Die wordt de 13e op 2,5 minuut. Dan krijgen we daar Niels Wubbe. Nogal wat Nederlanders in de top 15. Maar jammer genoeg voor hen niet op het podium. Dat is op 2,52. Is dat Corné van Kessel? Dat moet... Thijs Al. Thijs Al komt hier op 3 minuten en een snokje binnen. Ja. En dat moet de Bosmans dan zijn. Die als kakelverse prof hier op ruim 3 minuten binnenkomt. En Pauwels is nog onderweg. En dat is nog een heel eind af te leggen. Dus waar dat Pauwels nu is, ja, dat gaat richting 5 minuten gaan. Nou, dus een zevende plaats in 2011, een derde op een minuut en 9 van Albert in 2012. Heet de grote triomfator hier van de grote prijs, Mario de Klerk. Sven Nys. Zeggen dat Mario de Klerk jarenlang zijn kwelduiver geweest is. Ja. En vandaag nog met het parcours. Zei Mario de Klerk me vorige donderdag, ik voel me klaar om opa te worden. Omdat hij ondertussen ook al wel een eind in de 40 is. Nijs, Bina, Albert, Van Tornhout, Meisen, Van Amerongen, Van der Haar, Walsleben, Arnouts, Meeuwsen. Ik denk dat Meeuwsen 11e geëindigd is. Dat er nog iemand net voor zat, maar die was wellicht zijn transponder kwijtgespeeld onderweg. Pauwels is op komst, wordt mij gemeld in mijn oortje. En moet hij daar zo stil aan de bocht uitkomen. Daar heb je Pauwels. Vorig jaar tweede. En winnaar in 2011. Vorig jaar reed hij nog een dijk van een slotronde. Kwam hij nog tot op 4 seconden van Niels Albert. Was hij eigenlijk nog tevreden met die tweede plaats, omdat hij zo dicht gekomen was ook voor dat klassement. Nu is dat klassement footsie weg. We zien ook Javier Luis de Raninjaga binnenkomen en ik denk dat Pauwels wat wil vertellen. Ja, en Kevin Pauwels die trekt hier nog een warm vestje aan, is volledig besmeurd met de modder, bibbert ook, want het is koud. Toch een twee kleine vraagjes aan hem stellen. 1, Kevin, ik veronderstel dat dit niet de wedstrijd was waar jij op gehoopt had.
Nee, in het begin met de val. Ik denk, iets aan de rug geschoten of zo, en ik raak het niet meer vooruit. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook qua tijd een flinke patat, zoals dat dan heet. Je kan hier nu bijna al een kruis over maken, denk ik. Oh, ik had eigenlijk heel goed kunnen stoppen, eigenlijk, maar... Oh. Spijtig. Hoe was het gevoel trouwens voor de rest op die rug na dan, in die eerste ronde? In de eerste ronde ging nog, maar daarna waarschijnlijk met die val. We gaan ze niet te lang hier houden, want alle jongens zijn hier bijna onderkoeld. Goeie beslissing, Ruben. Daar is het gebeurd. Daar is Pauwels de balans kwijt. Probeert hij dat te herstellen en komt hij wat ongelukkig met de fiets tussen de benen op de rug terecht. Probeert nog met een kronkel te redden wat er te redden is. Plooit als het ware zijn rug naar de omheining om de klap op te vangen. En dat zou hem wel eens parten kunnen spelen de volgende dagen. Laten we hopen dat hij een goede chiropractor, kino of kinesitherapeut vindt. Die maakt daar wel werk van. Zij die gekomen zijn, chapeau, hè. In deze ondankbare omstandigheden. Maar het is in dat soort omstandigheden dat de betere atleten zich onderscheiden. Hè. Zij die meer doen dan alleen maar fietsen en met hun hele lichaam bezig zijn. We gaan nog eens kijken naar de wedstrijd, dames en heren. Een bondige samenvatting met Pauwels met een goede start. Dan de mannen van Quadro, het nieuwe team. Eigenlijk een team naast dat van BKCP. Een matige start van deze Sven Nys. Ook Albert wat verderop rustig aan gestart. Het kwam er vooral op aan om recht te blijven. Dat lukte Pauwels dus niet. En met hem vele anderen. En dan vooral ook heel rustig deze cross op te bouwen. Alles rustig hier een absurd woord. Zijn er die dat perfect gedaan hebben? Nys in de eerste plaats. Ook Klaas van Tornhout in deze openingsfase. Midden de tweede ronde van der Haar met een tussensprintje wegreden van de rest. Bina die daar als seconde sprokkelde. Daar al een serieuze inspanning voor moest leveren. En dan zien we ook Nys ten gronde gaan. Dus ook de winnaar overkwam het. Jawel. Nog voor half cross. En dan dacht je van nu gaan ze er een lap op geven. Ze gaan beletten dat Nys terugkomt. Maar hij kwam ook snel weer aansluiten. Al was het daar toch nog wel wat krasselen voor Nys in deze fase. Maar dan kwam hij toch wat verderop aansluiten. Dat was Corné. Corné van Kessel met een formidabele klap. Schud even het hoofd en de manen die verscholen zijn onder zijn hoofddeksel. Ook hier kopje over van Bina, die daar wel meer last mee had met dit soort toestanden. Dus iedereen is hier met de klei van Ronsen in contact geweest. Dit is het moment. Er zijn er nogal wat die kiezen voor een wissel. En Nys die zegt van, tjie, dit is mijn kans. Ik rij rechtdoor. Ik ga mijn pees en mijn spieren eens onder spanning zetten en dat ze dan maar eens proberen terug te komen. Albert die voelt letterlijk en figuurlijk de nattigheid en wil naar Nys toe. Wordt op 12 seconden geteld en komt dan terug tot een seconde of 3-4. Toen hadden we de indruk, Nys neemt wat gas terug en laat hem komen. Nee, nee. Het was alsof hij heel even Nys mocht komen ruiken, maar dan gaf Nys weer gas en zet hij Albert definitief op. Is een nummer. En dat werd dan uiteindelijk nummer 3, omdat in de achtergrond ook Bina zijn duivels ontbond. En ze bleven sneuvelen. Meeuwsen. En die bleef een hele poos liggen. Dat zag er toen slecht uit. En anderen sukkelen met fietsen. Met de fiets van Meeuwsen. Tom geraakt heus wel weer recht. En gaat de wedstrijd beëindigen. Bina, zoals ik zei, op en over Albert. Albert die probeert aan te klampen, dan toch de prijs betaald voor een zware cross. Daar denkt hij anders over. Zijn laatste ronde getuigt ook nog van wilskracht en van mentale en zeg maar fysieke weerstand, veerkracht. En Nys wint zoals vanouds. Als hij op zijn best is, is er niks aan te doen. Bina is blij met plek 2. Hou je maar vast voor een van de volgende crossen. Het zou wel eens plek 1 kunnen worden. En Albert is derde. Alweer een podiumplaats voor Albert, die vorig jaar nauwelijks een keer of 5 naast het podium stond. Voor de rest ook iedere keer erop. Nys, Bina, Albert van Tornhout, Meissen, Van Amerongen, Van der Haar, Walsleben, Arnouts, Meeuwsen. Dat is de top 10 van het klassement. Bina die mede dankzij de bonusseconde bij de eerste tussensprint Albert nog wat meer op achterstand zet en de schade op Nys beperkt. Dus voor het klassement... Vooraan is het nog behoorlijk goed. Ja, dat kan allemaal. Hè. Dus
je mag zelf niks meemaken of je bent zelf de klos. Maar als je weet dat er straks iemand meedoet in de tweede manche van deze Bipost Banktrofee op de Koppenberg, die er al 9 keer won, dan heeft de tegenstand een probleem. En we gaan naar Ruben. Niels Albert, derde plaats, was dat het hoogst haalbare? Ja, ik denk het wel. Vandaag zat er eigenlijk niet meer in, nee. Hoe diep kruipt dat in de kleren, zo'n wedstrijd die je vandaag moet afwerken in deze omstandigheden op dit parcours? Goh, dat kruipt wel in de kleren, maar ik weet waar ik de koers verlies en hoe ik de koers verlies. En, ja, oké, okay, het is jammer, maar oké. Okay, ja. Vertel, waar verlies je de koers en hoe verlies je de koers? Ik denk dat ik de koers verlies op die schuine kanten. Dat was mijn minder stuk van het parcours. En daar verloor ik eigenlijk echt altijd heel veel tijd. En voor de rest denk ik dat we elkaar waardig waren. Maar het zijn die schuine kanten die mij de das omgedaan hebben. En dat is duidelijk te zien, ook denk ik, op tv. En, ja, dat is jammer, maar ja, het zij zo. Ja, en dan is de vaststelling, hij daar, de wereldkampioen, staat er weer. Oh, maar ja, dat was algemeen geweten op voorhand. En ja, dat hij nu wint vandaag, dat is des te beter voor hem natuurlijk. Hè. Maar ja, ik ben daar tevreden mee. Het is een mooie strijd en Sven is de winnaar. En de mensen hebben een mooie koers gezien. Het was spannend, het was spectaculair. En ik denk dat de mensen dat ook verlangen. En volgende week is het weer opnieuw. En, hopelijk trek ik dan eens aan het langste eind. En wat het klassement betreft, nog geen grote scheve situatie, laat ons zeggen? Nee, ik denk dat het vooraan eigenlijk spannend is. Ik sta nu denk ik 20 seconden achter op Sven of 25 met de bonificatieseconden en zo. Maar dat is uiteindelijk nog geen grote ramp. Het seizoen is pas bezig en er moeten nog heel veel crossen komen. De Koppenberg komt er nog aan, Baal komt er nog aan. Er zijn nog heel veel lastige crossen in het vooruitzicht. En een mooie strijd laten zien is het belangrijkste. Oké, okay, dankjewel. We gaan heel even meteen door naar de nummer 2, dat is Martin Bina. En Martin Bina die staat, of zit liever, hier bij ons. Martin Bina, did you expect it, this result, second position here in Ronse? Yeah, for me it's wow. I feel better today. And my leg is no pain, but my heart, my body is very good today. I'm happy. Yeah. The general classification. Is that a goal for you now? Yeah, what? The general classification, is that a goal for you now? Yeah, I don't know, yeah. It's pretty good. Is it a goal, the general classification of the Bipost Banktrofee? Yeah, I first buy Spoffee and yeah. Oké, okay, goed, ik denk dat hij niet alles perfect door heeft, dus gaan we toch ook maar doorgaan naar de wereldkampioen. Ik heb vooral begrepen dat hij het helemaal niet verwacht had, dat hij zo kort zou eindigen in tweede plaats. We gaan de wereldkampioen nog een paar vragen stellen. Die staat te rillen. Die staat met bloed doorloopte ogen. Doorloopte ogen, zo is het. Sven Nys, vertel eens jouw verhaal van de wedstrijd. Niet zo'n goede start. Ik zat een beetje midden in het pak, maar ik voelde wel dat ik redelijk snel kon opschuiven. En dan heb ik een beetje de kat uit de boom gekeken. En ik maakte een stuurfoutje, waardoor ik onderuit ging. Maar ik kon heel snel terugkomen aansluiten. Dus dat is toch wel een teken dat je echt met goede benen zit. En dan heb ik zelf een keer de forcing gevoerd. En toen voelde ik dat ik de beste in koers was. Niels kwam nog redelijk kort, maar hij moest toch ook passen op een gegeven moment. Dan heb ik gewoon alles of niks gespeeld en vol naar de finish gereden. Maar bij mij was het ook op aan het einde. De looppassages, dat werd echt kruipen. Klaas van Tornau zei vooraf, de maskers gaan afvallen. Blijkbaar staat jouw façade het beste. Goh, dit zijn wel omstandigheden die ik heel graag heb. Misschien iets te veel lopen voor mij. Ik had liever nog iets meer op de macht blijven fietsen. Maar dat is hier niet te doen. De beklimmingen zijn te stijl, dus je moet van de fiets. En dat is niet altijd in mijn voordeel. Maar ja, de manier hoe ik vandaag win, dat is toch een goed voorteken voor wat komen gaat. Alleen mijn rug blijft een klein beetje mijn zorgenkindje voor het moment. Het is nog niet optimaal, maar ja, het is wel voldoende om al te winnen en ik ben uiteraard heel tevreden. Vorig jaar keek je naar ons tegen een behoorlijke achterstand aan. Nu heb je een voorsprong. Dat is goed, met het oog op het eindklassement. Ja, het is natuurlijk nog heel vroeg binnen het seizoen, maar vorig jaar was het hier veel sneller. Nu is het echt een moddercross en ik had gisteren al wel gevoeld dat ik goede benen had. En als alles dan een beetje meezit en je kan op het juiste moment doen wat je moet doen, dan weet ik gewoon dat ik in dit soort omstandigheden de koers kan winnen. En, ja, ik ben goed gestart. Klaas van Tornhout, die kwam er na de streep nog tegen. Die kreeg nauwelijks nog wat gezegd. Die verlangde
meteen naar een warme douche. Het was behoorlijk extreem, hè? Ja, de wind en de regen begint toch door te wegen naar het einde toe. En je doet ook niet te veel kleren aan, want alles wordt nat en wordt zwaar. Dus je moet een beetje de gulden middenweg zoeken. En de ene kan er al wat beter tegen dan de andere. Maar ik sta hier toch ook te bibberen, dus dat wil zeggen dat het koud was. Op naar het podium, naar de warme camper en verzorg je. Het stroomt nog altijd met peekjes naar de vallei. Even kijken. En het blubbert nog altijd op het asfalt. En toch zijn er moedigen die samentroepen rond het podium. Nogmaals, ik heb alle respect voor de organisatoren, voor alle medewerkers die meestal op vrijwillige basis hier dagen in de weer geweest zijn om er toch nog wat van te maken. Zonder hen kan dit niet doorgaan. En ik ben er absoluut zeker van dat de mensen thuis een meer dan genietbare cross gezien hebben. Een cross duidelijk van een hoger niveau dan diegenen die tot dusver al betwist zijn dit seizoen. Met niet toevallig de wereldkampioen als opperman. Zijn er klaar voor, denk ik, voor de podiumceremonie. Heeft de tijd wel niet genomen om de modder wat van zijn regenboog te vegen? Dat is het enigste dat je hem kunt aansmeren. Dus maar, dat is een mooi woord in deze omstandigheden, aansmeren. Ja, maar voor de rest heeft hij dus de perfecte koers gereden. Dus en, ja, met de overwinning tot gevolg. Deze man probeert het wel voor elkaar te krijgen, maar je ziet dat het niet veel helpt, hè? En Albert heeft er dan toch nog alles uitgeperst. Dat is eigen aan dat nieuwe reglement om het tijdsverschil zo klein mogelijk te houden. Ja. Als het om punten gaat, dan weet je zeker, ik ben derde. Dus ach, laat het lopen. Hè? Ja, maar nu wordt er gesprint. Voor die allerlaatste seconde. De volgende manche is die op de Koppenberg. Laten we zeggen, qua omstandigheden misschien hopelijk wat anders, maar minstens even zwaar. Dan krijgen we totaal andere kosten in Hasselt en in Essen en in Loenau. Dat is nog allemaal voor nieuwjaar. Dan op nieuwjaarsdag Baal en dan na het WK hebben we nog Lille en Oostmalle. Dan heb je ze alle acht in deze B-Post Tank trofee. Dat is de trofee die het overgenomen heeft van de Gazet van Antwerpen trofee. Die 25 jaar bestond. Pina op 2, Albert op 3.